Na weken van aftellen is het vandaag zover. Het EK voetbal in Duitsland gaat van start. Onze oostenburen spelen vanavond de openingswedstrijd tegen Schotland. Het Nederlands elftal begint zondag aan het toernooi. Dan is Polen de tegenstander. Ondanks dat het nog 2 dagen duurt, zijn de voorbereidingen voor zondag in Herne al in volle gang. Herne verandert tijdens dit EK in een waar oranjedorp. En dat is niet voor het eerst. Het is inmiddels namelijk een ware traditie geworden. Tijdens eindtoernooien waar het Nederlands elftal aan meedoet, kleurt het hele dorp oranje. De traditie is begonnen tijdens het succesvolle WK van 2010. Het is allemaal in 2010 begonnen. Dat had eigenlijk een vriendengroep hier heeft gezegd van god, we willen in Herne zorgen dat het nog meer naar voren komt. Die oranje koorts als het ware. En daar willen we het groot nieuws mee bereiken. En sindsdien is dat echt een doorgaande traditie geworden om de 2 jaar het hele dorp in oranje te toveren. Zorgen dat er activiteiten zijn, van alles nog iets. En daar zijn we druk mee. Naast het bekijken van de wedstrijden van het Nederlands elftal worden er allerlei activiteiten georganiseerd in het Oranjedorp. Van alles. We hebben heel veel activiteiten. Zondag hebben we goud voor jong en oud. En dat is eigenlijk de bedoeling dat de opa's en oma's en kleinkinderen hiermee naartoe nemen. Daar hebben we springkussen, ze gaan een dansje leren. Wat hebben we nog meer? Oude beelden van oude W- en EK's worden laten zien. En ook wat activiteiten voor de ouderen. Gratis koffie en thee voor iedereen. Dus daar hebben we van allerlei leuke dingen georganiseerd. Volgende week tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk hebben we een barbecue vooraf. Dan komt hier de vleespartner, die komt hier een complete catering verzorgen. Complete barbecue, alles erop en eraan. En daarna met z'n allen met een biertje in de hand de wedstrijd kijken. En de laatste wedstrijd, daar willen we eigenlijk een Tiroler wedstrijd van maken. Want ja, tegen Oostenrijk. Dus daar komt iedereen in de dirndl en de lederhozen bij ons in de tent de wedstrijd kijken. Dat is de bedoeling. Ook voor dit Europees kampioenschap slaat de Oranje Koorts dus toe in Herne. Ja, enorm. Enorm. Dus je is zeker aanwezig. En dat komt ook omdat hier enorm veel tijd en energie wordt ingestoken. Iedereen vindt het leuk, omdat het jong en oud erbij betrokken wordt. Voor ieder wat wils. En dat maakt het dat het hele dorp er echt wel naartoe leeft. Zeker. En met het vertrouwen in Oranje zit het in Herne ook wel goed. Ja, en als we nou echt een vaste voorspelling moeten hebben, waar denkt Herne dat Nederlands elftal gaat eindigen? Kampioen. 100%. Zeker. Daar sta ik als één man achter.